Jolanda deed 5 jaar geleden een oproep in Spoorloos om haar Turkse vader Yusuf te vinden. Er kwamen toen geen bruikbare tips binnen. Voor het hele verhaal van Jolanda gaan we terug in de tijd. Terug naar Nederland. Na de oproep die in 2018 te zien was, geeft Jolanda niet op. Ik dacht, ik ga links of rechtsom, ik ga wel door. Waarom was het zo belangrijk voor je? Diep van binnen voelde ik... ik heb een vader en zal die aan mij denken? Het was gewoon steeds vanuit toch mijn hart eigenlijk... dat ik voelde van ja, ik wil hem leren kennen. Ik wil weten wie het is. Nooit gedacht van, het gaat niet lukken, ik laat het los? Nee. Nee, ik heb wel losgelaten, maar niet opgegeven. Jolanda deed de oproep bij Spoorloos omdat ze alleen een voornaam van haar vader weet. Yusuf. Er werd nooit met niemand over gesproken. Dat is één groot geheim. Ze heeft weinig informatie gekregen van haar moeder, die een paar jaar daarvoor is overleden. Dus ze heeft alles uitgewist, lijkt het wel, van Yusuf. Een paar maanden na de geboorte van Jolanda vertrekt Yusuf plotseling. Mogelijk omdat hij al een vrouw en kinderen heeft in Turkije. Ze is heel lang ziek geweest van verdriet. Omdat de oproep in 2018 niks oplevert, zet Jolanda haar DNA in een databank en wordt ze geholpen door een familiedetective. Dit voorjaar is er ineens een hoge match met een Turks nichtje. Mijn telefoon ging over. Toen zei degene, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. En daarin vertelde ze me dat ze mijn vader had gevonden, maar dat hij helaas 2 jaar geleden was overleden. Maar het goede nieuws was dat de familie altijd van mijn bestaan heeft geweten. Dat ze niets liever willen dan mij in hun leven willen. De oproep bij Spoorloos was 5 jaar geleden ongeveer. Ja. En hij is dus 2 jaar geleden overleden. Ja. Ja. Ja, dat had natuurlijk geweldig geweest dat we elkaar in levende lijven hadden kunnen zien. En, dat hem dat een stukje vrede had kunnen geven ook. Ja. Wat voel je dan? Ja, dat we elkaar toch heel erg gemist hebben. Zonder dat we elkaar kenden. Mm-hmm. En dat we eigenlijk allebei heel veel van elkaar hielden. Maar niet wisten wie we waren en waar we waren. Mm-hmm. Yani şöyle her zaman söylerdi yani bir gün görürüm inşallah. Tamam mı? Ondan sonra uzun bir gözü böyle dışarıda olurdu yani dalar giderdi. Yani hep aklındaydı yani. Hier in een buitenwijk van de Turkse hoofdstad Ankara ligt een groot deel van de geschiedenis van Yusuf, de vader van Jolanda. 60 sene beraber yaşadık. Öyle bir iyisi, iyi insandı. Kimseleri incitmeyen birisiydi. Bu durum böyleyim yani. Yüzüm gülenç olmayabilir ama vicdanlıyım. İşte birinin aklına uydu, Hollanda'ya gitti. Belki size yalan gelir, belki uhar diyor gelir, torbalarla para gelir deve. Gideyim dedi bu daha iyi olur daha çok kazanır gibisine itti gitti. Yusuf hoort bij de eerste lichting gastarbeiders. Hij gaat in 1965 in dit pension in Den Haag wonen en begint wat met de Nederlandse Jopie. Niet lang daarna raakt ze zwanger. Na 2 jaar keert Yusuf terug naar Turkije. Een reis die zijn dochter Jolanda vandaag voor het eerst maakt. Echt super zenuwachtig. Van Nederlandse naar Turkse grond. Ik ga het allemaal meemaken. Geweldig. Yusuf verlaat de moeder van Jolanda zo'n 55 jaar eerder. Hij keert terug naar Ankara, naar de Turkse Gunsel, met wie hij officieel getrouwd is. Dan een hamile olduğu ne biliyorum ben. Şimdi benim kızım dolmadığından. Gelsin dedim. Gilsen, zuchten. Nou, dat ontroert me gewoon heel erg dat ze vertelt dat ik zo welkom ben.
zij is toch een deel van mijn vader, maar het was misschien moeilijk voor haar om mij te ontmoeten. Sana bir şey diyeyim mi? Biz Türkler sıcak kanlıyız. Anlatabildim mi? Benim şuradan düşmanım da gelse buyur ederim. Na zijn terugkeer in Turkije krijgen Yusuf en Gunsel een tweede zoon, Birol. Böyle hep ben biraz şey yapmak için anlat derdim. Yani Hollanda'daki maceralarımı falan anlat derdim. Ook voor de oudste broer Chenol, die inmiddels in Australië woont, is het bestaan van Yolanda geen verrassing. Evet, gizli bir kız kardeşimizin olduğunu biliyordu. Ama tanımıyordu. Biliyor, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ya bizim sülale biliyordu hemen hemen. Babam diyordu ya, 2 yaş senden büyük ablan var diyordu, değil mi? Evet, evet. Bir yaşmış. Aramızda 1 yaş. Neredeyse ikiz olacağımıştık la. Maar ook al was het bestaan van Yolanda bij iedereen bekend, Yusuf vertelde niet alles over haar aan iedereen. Annemi de hani üzmemek adına paylaşmamış olabilir, söylememiş olabilir. Babamdı. Çok iyi bir dostumdu, sırdaşımdı. Şunu söyleyeyim, babam çok sevmiş. Babam çok sevmiş Yolanda'nın annesini. Onu ben kendi ağzıyla söyledi. Yolanda'nın dedesi biraz Türkleri sevmiyormuş bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Yolanda'nın dedesini şikayet etmiş babamı. O şikayet edince babamı yurt dışı yapmışlar. Ondan dolayı gelmiş yani. Dat is heftig. Hij had dan misschien wel in Nederland willen blijven. En wel voor mijn moeder gekozen hebben. Ja, als mijn opa die aangifte niet had gedaan, dan had het dan waarschijnlijk heel anders kunnen lopen. Maar ik weet wel dat... en er was ook nog wel een andere oom die ook echt... heel erg tegen Turken waren. Dat heb ik natuurlijk altijd meegedragen ook. Het was natuurlijk een taboe. Ja, ik was een soort taboe en ook weer niet. Onbesproken. En bij deze familie ben ik niet onbesproken. Dat is wel een verschil. Ja. Her zaman söylerdi yani tahtın tahtık. Artık 88 mi öyle bir şeyi denah derdi. Nou, hier is dan mijn ouderlijk huis, nummer 81. Het huis waar ik geboren ben. En nu weet ik eigenlijk nu van de familie dat hij dus aan de overkant op nummer 88 heeft aangebeld. Dus dan stond hij daar, terwijl hij hier had moeten zijn. Ja. Heeft hij het gewoon door elkaar gehaald, ja, 81, 88? Ik denk het getal. Ja. Maar ook weer dat jullie elkaar op een haar na gewoon misgelopen zijn. Want als hij het nummer goed had onthouden, ja, dan had hij jou kunnen vinden. Dan had het anders kunnen lopen. Nefesini verirken kalp krizi geçirdiği zaman bir dudak hareketi yapmış. Ve biz bunu şey olarak düşündük. Yani o şekilde olabilir. Bize bunu söylemeye çalıştı diye. Yani kızımı bulun. Kızımı bulun. Yani bir nevi şey gibi, vasiyet diyebiliriz. Vasiyet gibi. Son isteği olarak düşünüyoruz. Ya dat is wel heel heel heftig merk ik om dat te horen. Rike'nin diyorum sayesinde diyorum bulduk diyorum en azından. Hepimiz şok olduk. Sen ne diyorsun? Ben havalara uçuyordum hacı. Yani mutluyum ya. Onu açıklayamam. Yani şeyi yok yani. Açıklama bir şeyi yok. Yani sevinç gözyaşları bu. Şey değil ya, hüzün değil yani, sevinç gözyaşları.
istemiyor. Wie geht? Gut, very happy, sehr schön, speziell. Meine Bruder.